ik stond perplex van het nieuws dat John de Mol getrouwd is. En Michiel Vos van nu.nl, die weet daar natuurlijk alles van. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Hij is afgelopen weekend getrouwd in Parijs. Ja, hebben we dat aanzien komen? Is dat aangekondigd? Nee, dat is allemaal in het geheim onder de radar een beetje gebeurd. Het schijnt ook een hele kleine ceremonie te zijn geweest met alleen familie en naasten, zeg maar. Ja. Maar waarom... Ze waren toch al heel lang bij elkaar? Ik bedoel, al jaren. Ja, ze kenden elkaar echt 30 jaar. Els Verberg echt al 30 jaar, inderdaad. Dus, ja. Nou ja, toch hartstikke leuk. Maar misschien zover ik weet, was dat niet op de planning dat het stond. Maar hij heeft het goed onder de radar weten te houden, zeker. Is hij nou, ja, dat weet jij natuurlijk weer, Michiel. Is hij nou getrouwd onder gemeenschap van goederen? Als ik dat wist, dan zou ik je er alles over vertellen. Ja, nee, dat weet ik ook niet. Misschien is belastingtechnisch heel interessant. Of hij dacht na 30 jaar van, ik moet uiteindelijk een keer op de knieën. Want ze vraagt erom, dat zou ook kunnen, hè? Dat zou kunnen. Misschien had hij gewoon zin in een feestje. Met Anita Meijer was erbij. Jeroen van de Boom trad op. Dus misschien had hij daar gewoon zin in. Kan natuurlijk ook. Oh, dus zo klein was het dus niet. Nee, er waren wel wat optredens inderdaad. Maar is het bekendgemaakt waarom ze dan getrouwd? Of is het gewoon puur van, nou ja, laten we na 30 jaar dan de liefde echt aan elkaar. Ja, dat denk ik dan. Ja, dat ja. Ja. Nou, oké. Nee, hij heeft verder zelf ook helemaal niks erover naar buiten gebracht. Nog Talpa heeft het wel aan ons bevestigd dat het inderdaad is gebeurd. Maar verder geen verklaring van. Nou, er zullen vast wel vandaag of morgen foto's voorbij komen, toch? Lijkt mij. Jawel. Ja. Gelukkig hebben we de foto's nog. Gelukkig hebben we de foto's nog. Dan Eva Jinek is weer terug met haar talkshow bij RTL. En zij had John van den Heuvel te gast. En natuurlijk ging dat over Peter R. de Vries. Hè? En over zijn beveiliging. Hoe hij er tegenaan kijkt. Of hij bang is. Uitzending, ja. Ik heb het gezien gisteren. Heb je het gezien, ja? Ja, ja. Michiel, jij ook? Ja. Ja, ja, het eerste deel heb ik gezien. Ik moest om 7:00 weer op, dus ik heb het niet helemaal af kunnen kijken. Maar het deel met John van Heuvel heb ik gezien, inderdaad. Ja, wat was het voor gesprek, voor de mensen die het gemist hebben? Ja, wel een emotioneel gesprek, vond ik. Je zag wel dat hij nog zeker wel zichtbaar aangedaan was door alles wat er afgelopen zomer is gebeurd. En ook de impact wel die dat heeft op zijn leven. Kijk, hij wordt natuurlijk al jaren heel streng beveiligd. Maar ja, het drukt wel weer met de neus op de feiten van hoe erg die beveiliging nodig is als je dat vak uitoefent eigenlijk. Ja, dat is toch eigenlijk vreselijk, hè? Ja, ja, hij vertelde ook wel van dat het wel weer even aan het twijfelen maakt van blijf je dat dan doen, dat werk? Of ga je, als je familie zegt van we willen liever niet meer dat jij dat doet, maar hij heeft toch zoiets van ik zou zwichten voor het tuig, zoals hij het noemde, als hij zou stoppen met het werk wat hij doet. Ja, wat ook opvallend was, en dat ik wist het wel een klein beetje, maar dat hij toch wel behoorlijk een mot had met Peter R. de Vries. Ja, dat is niet altijd even soepel gegaan. Maar ze kennen elkaar natuurlijk al 30 jaar, van toen hij begon bij de Telegraaf en toch ook wel veel samen wel gedaan. Ja, nou, we hebben komende vrijdag hebben we te gast Alberto Stegeman. Ook natuurlijk een misdaadjournalist. Wel een iets andere genre. Hè? Dat is iets meer op de mensen helpen. De gewone man, zal ik maar zeggen. Dat deed Peter de Vries natuurlijk ook. Maar wat kleinere misdaden. En daar gaan we natuurlijk ook met hem over praten. Van hoe ziet hij nu... Want hij heeft natuurlijk ook een beetje woorden gehad met Peter de Vries destijds bij RTL Boulevard. Hè? Peter de Vries was vrij kritisch op de acties van Alberto Stegeman. Dus daar gaan we hem ook eventjes naar vragen. Maar goed, het is een mooi gesprek geweest. Eva Jinek is dus weer terug. Gaat ze de kijkcijferoorlog, zoals dat dan altijd zo heet, winnen, denk jij, Michiel? Ja, je hebt toen gezien dat dat werd dan tegenover op 1 gezet. En eigenlijk was het soort van de ene keer was het op 1 die meer kijkers hadden dan weer Jinek. Ik denk uiteindelijk dat over de long run toch wel op 1 het net ietsjes beter deed. Maar het ligt ook vaak toch wel gewoon aan welke gasten er die avond aanwezig zijn. Volgens mij waar mensen dan uiteindelijk voor kiezen om die avond te kijken. Ja, en aan de lead-in natuurlijk, hè, welk programma zit ervoor. En vanavond natuurlijk ook Sophie en Galit begint. De nieuwe talkshow die de vooravond moet vervangen. Hè, eigenlijk afgepakt van Fidan en Renze, zo zien heel veel mensen dat. Ja, nou ja, goed. Ik ben wel benieuwd of mensen dan solidair zijn en zeggen, ik ga dan ook uit principe niet kijken. Ja. Ja, ik denk dat het wel een lastig startpunt voor hun is om die show over te nemen. Wat natuurlijk op een vrij pijnlijke wijze is geëindigd voor Renze en Fidan. Dus dat zal misschien niet heel veel sympathie wekken. Maar nee. Even maar afwachten hoe zij het inderdaad doen. Precies, je hebt de kijkcijfers natuurlijk even een beetje bekeken. De nieuwe programma's die zijn allemaal weer begonnen. Dit afgelopen weekend, Boer zoekt vrouwen was gisteravond. Maar ook Expeditie Robinson. Zijn een beetje mensen blijven plakken bij die programma's? Want heel eerlijk, ik heb het gehad ermee. Met
Alle programma's? Nou ja, nee, Expeditie Robinson met bekende Nederlanders zitten erin. Nou, ik ken er 1 of 2. dat is dan bekend Nederland. Nou, ik kan best een beetje meepraten, maar ik ken al die mensen niet. Nee. En Boer zoekt vrouw, ja jongens, hoe lang loopt dat? 124 jaar of zo? Nou, daar vind ik dan al wel wat hebben. Ja? Ik hou van slow television. Ja, dat is het zeker. Ja. Maar is het een beetje bekeken, Michiel? Ja, Boer zoekt vrouw scoorde toch weer 2,3 miljoen. En dit was dan die aflevering dat de 10 boeren zichzelf voorstellen. En dan is er tijd om te schrijven. En dan volgend jaar begint pas het eigenlijk reguliere seizoen. Ja. En het was eigenlijk een fractie minder van wat die aflevering bij het vorige seizoen deed. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Expeditie Robinson. Die haalde kleine 1,5 miljoen. En dat was 2 jaar terug. Dus bij het vorige seizoen 1,6. Ik ben benieuwd wat het gaat doen. Want ze gaan vanaf dit seizoen het 2 keer per week uitzenden. Heel veel mensen zeggen van nou, dat wordt een beetje een overkill. Zonder dat ze dat doen. Anderen zeggen nou, ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja, dus, maar ook met meer kandidaten. Hè? Ik bedoel, ja, tuurlijk. Omdat je ook natuurlijk meer uitzendingen hebt. Ja, dan zul je toch ook dat... Nu komen al die kandidaten van vorige seizoenen komen weer terug op Nederland. Ik kijk het echt nooit. Ik vind het vreselijk. Ja, ze hebben het soort opgedeeld in 2 delen. Ze doen op donderdag dan dus die oud-deelnemers zijn 8 die dan los meedoen. En dan 18 van het reguliere seizoen, dat is op zondag. En dan op een gegeven moment gaat dat samensmelten natuurlijk. Weet je wat me een beetje tegenviel? Ook The Voice Senior begon weer vrijdagavond bij RTL. Nog niet eens 1 miljoen kijkers, dat is niet veel. Ik denk toch dat zou die formule een beetje uitgewerkt zijn. Ja, de mensen een beetje zijn uitgekeken erop. Nou ja, je hebt natuurlijk de Voice Kids, de Voice Senior. Dus eigenlijk, er gaat bijna geen week voorbij dat er niet een variant daarvan op televisie is. Dus ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment het spannende nieuwe daar wel een beetje van af is. Ja, terwijl ik eigenlijk toch... Het reguliere seizoen natuurlijk nog steeds wel scoort na... Ja. Ik weet niet hoeveel seizoen het team. Ja, we hadden het vorige week. 2011 is begonnen, dus het is al 11 jaar op de buis. Maar ik vind de Voice Senior altijd zelf het leukste om naar te kijken. Ja. Ja. Nou ja, dan kan die kandidaat van Boer zoekt vrouw meedoen. Hè? Die was 79 of zo. Ja, nou, dat was er zelfs een van 89. Of 89, ja. Ja. De oudste kandidaat. Als heb je nog iets om af te sluiten, Michiel? Ja, Justin Bieber die heeft een record gebroken op Spotify. Spotify telde dat per luisteraars per maand. En Justin Bieber had er afgelopen maand 83,3 miljoen. En dat is het hoogste wat ooit een artiest heeft gehaald. Ongelooflijk. Dat stond op Ariana Grande's naam met 82 miljoen. En dat is nu dus door hem verbeterd. Goed. Leuk weetje, Michiel Vos. Dankjewel van nu.nl. En volgende week spreken we elkaar weer. Graag tot dan.